Oké, nou, het verticale liplijntjes worden wel als de barcode of de rokerslijntjes genoemd. Het punt is dat vrouwen of mannen zich daar enorm aan kunnen ergeren. Dat bijvoorbeeld het lippenstift er doorheen gaat en dat ze zich gewoon ja, eigenlijk een beetje oud gaan voelen. Nou, er zijn meerdere manieren om dat te behandelen. Het is best wel een lastige. Meestal werk je als eerste met een hyaluronzuur en mijn favoriete middel daarvoor is Pelotero. Vind ik een uitstekend middel ervoor. Maar je kunt soms met botox behandelen, maar dat is niet iets wat ik heel snel zal aanraden. En of de plexer. De plexer geeft een duidelijke verbetering. Het is wel soms qua nazorg een beetje vervelend. Het duurt wat langer om te herstellen. Grote voordeel wel is dat als het echt goed werkt, is dat je ook het lijntje niet meer ziet. En dat heb je bijvoorbeeld met de Pelotero. Blijf je het altijd toch wel een beetje zien. Ja. Nou, wat je niet kan verwachten is dat als mensen echt een heel veel lijntjes hebben, dat wel helemaal een jong huidje wordt. Dat is ook wat de meeste mensen ook niet verwachten. Wel een heel duidelijke verbetering van het probleem. Belangrijk is dat je, dat is mijn eerste stap om dat met Pelotero te doen, zodat het vermindert. Maar het geeft wel dat soms mensen wat dichter met het spiegeltje komen zitten. En dat kan soms een bron van onvrede geven. Als je het echt goed weg wil hebben, dan moet je toch echt dan ook met de plexer gaan beginnen. Maar dat kan soms wel eens geduld duren, geven en ook wel eens meerdere behandelingen.